Ik werd aangereden, maar in ja, ja. de pers komt te staan van Eldro rijdt zijn Bentley in de, in de Prak. Ja, Dat is alleen maar imago schade voor, ja. voor, voor, voor ballen. Ja. En dan kreeg je hun weer op je vloer, en dan dachten hun van hé, hey, we moeten Ellie zo snel mogelijk eruit hebben, want uh, het gaat niet goed. Het was eigenlijk heel vroeg. Ik kan eigenlijk door Regie blinken. Hij begon al heel vroeg met live hefte voetbal. Mm -hmm. En. Uh, ja, ik, ik, ik dacht al van, wat, ja, wat ga ik eigenlijk doen na mijn voetbal? En ik dacht van, ja, ik hou al van fashion, ik hou wel van kleding en ik hou van dat. En toen uh, kwam na het WK kwam Demi naar mij toe, dat was 2011, 2010 zo. En uh, Demi zei tegen mij van, uh, hey, joh, zou je niet een kledingmerk met mij willen beginnen? Ik zei, ja, als we alles goed voor elkaar hebben, dan zou ik het wel willen doen. Toen kwam hij met Ralph en Show. Uh, ja, en toen zijn we gewoon begonnen, man. Okay. En dat was dat tijdens dat ik echt in de pieken van mij, dat ik bij Haas fout zat ja. in Duitsland. Dat maar ik je dacht, Demi Duitsland weet kon. waar hij het over heeft. Uh, dit dit ja. vertrouw ik wel. Dat gaat op hoe je heb ik, En, en dat, is, dat is de kunst van, van, van iemand in zijn, zijn sterk te laten. Ik heb Demi nooit belemmerd of zo. Ja. Ja, misschien heb ik Demi belemmerd in, 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 uh, in, in de schade die ik kon aanrichten aan Baller. Doordat ik zo roekeloos was dat ik misschien uh, een schandaal uh, aangeen of zo. Ja. Zonder dat je er eigenlijk bewust van bent. Ja. Maar pas als je laat, hoe ik nu zo ouder ben, denk ik ja. van, hé hey, was echt roetkeloos. Ja. Hey, je hebt echt dingen gedaan waar je echt ballen mee kon beschadigen. En dan denk ik van, oké, okay, gelukkig is het nu goed. Ja. Hey, toch? En is het nog goed gekomen? Maar het had dat ook echt fout kunnen gaan? Maar hoe dan? Want zeg maar, ik, ik heb het helemaal niet meegekregen. Maar wat bedoel je met bijvoorbeeld. De, 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 zeg maar Ballen was al populair. Ja. Dus, en jij, jij was ook een soort silent partner. Want ja. de, 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 die deed alles op de voorgrond. Dus wa, wa, hoe kon jij dan de brand schaden? Toen bijvoorbeeld. Uh, uh, ik begon met Demi. Ja. Ik, be, ik investeerde dan 3,5 ton. Ja. Ik noem gewoon bedragen, want ik ben er toch niet uit. Ja. <laughs> ik best, ik, ik besteedde dan 3,5 ton. Oké. Okay. Daarmee ging Demi aan de slag. Die bedrijf, dit, dat, lood, dit, dat, inkopen, dit, dat. Uh, directeur erbij, Ralph Sjoel. Uh, en medewerkers. Begonnen we klein. Op een gegeven moment kwam Demi naar me toe en zei van... Ellie, we hebben nog een stoot nodig. Dus ik naar Gregory toe. Greg, hey, Greg, zou je niet in Ballen willen komen? Gregory van de Wiel. Gregory zegt, ah, dope man. Demi zegt, ah, Greg, ja, dope. Gregory erbij, ook 3,5 ton. Heb je dan 7 uh, miljoen, mm. of 7 ton. Mm -hmm. Daar gingen we ook mee aan de slag. Gregory was, ja, poppin. Mooi boy, dit, dat. Yeah. Uh, goed gekleed. Ik, uh, jong Nederlands elftal. Gregory, jong Nederlands elftal. Al die jongens die eigenlijk een merk hebben be zijn begonnen in de voetbal. Allemaal mislukt. En wij bleven maar gaan. Toef, 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 toef. Ballen. Op een gegeven moment zag je ballen door heel Nederland. Iedereen had een ballenshirt aan. Of een petje, of een rugtas. En dat sloeg echt hard aan bij de, bij de, bij de, bij de Young New Generation. Ja. Zaak geopend. Bleven gaan. Pop, pop, pop. Uh, in Dubai kwamen we te liggen. Uh, bekende, bekende voetballers. Uh, die nog bekender dan ons waren. Die liepen met ons. Di Maria bij zijn presentatie. liep met, uh, met Baller. We uh, gingen Baller vernieuwen. We kregen uh, in één keer... Uh, Collectie van, van 10 items naar 30, 40 items ja. en het werd als warm broodje werd verkocht. Bleef maar gaan. Zeker. Uh, ja. Uh, Gregory ging dan op een gegeven moment ging Gregory eruit. Uh, voor een groot bedrag Gregory uitgekocht. En ik was dan. Greg, op een gegeven moment werd ik, werd ik niet meer erbij betrokken. Qua plannen Qua ideeën. plannen en ideeën. Demi deed het zo goed, dus ik dacht van waarom moet ik zo dom zijn... om met mijn hand op tafel te gaan slaan en Demi te belemmeren met wat hij doet. Ja. Hij deed het toch goed, dus ik was gewoon de stille aandeelhouder. Af en toe kwam er dan nog, moest je nog een klein beetje een inzet erbij zetten. Ja. Misschien kreeg je wel een stem. Trainen, hey, niet zo'n <laughs> Nee, nog een eens. Yeah, yeah. Ik had niks te zeggen, want het was drie tegen één. Yeah. Ik ben een van de aandeelhouders en hun waren dan met z'n drieën. Ja, minder, minderheid heeft nooit wat te zeggen. Yeah. Dus ik dacht op een gegeven moment van hé, hey, Ellie... Dit is niet goed. En dan had ik bijvoorbeeld uh, een accuetje op de club of ja. uh, iets wat er gebeurde. Ik reed met mijn auto en uh, uh, ik werd aangereden, maar ja, ja. in de pers komt te staan van Eldro rijdt zijn Bentley in de, in de prak. Ja, dat is alleen maar imago schade voor, voor, ja. voor, voor Baller. Ja. En dan kreeg je hun weer op je vloer en dan dachten hun van... Hey, we moeten Ellie zo snel mogelijk eruit hebben, want uh, het gaat niet goed. Voelde je dat ook? Dat, dat, je voelde eruit... ook. Okay. dat voelde ik ook en dat vond ik niet leuk, want we ja. zijn ergens samen mee begonnen. Ja. Dus ik dacht op een gegeven moment, uh, ja, ik werd ouder, ik werd iets rustiger. En het ging gewoon lopen, het ging lopen, het ging lopen. Het werd ja. toch gewoon een succesbedrijf. Ja, ja en uh, ik heb altijd mijn mond dichtgehouden. Demi gewoon zijn dingen laten doen waar Demi goed in is. En ja, nu ben ik 35, dan heb ik gezegd van, ik wil mijn aandelen verkopen. Het heeft twee jaar geduurd. Waarom? Dat, ja, ze waren aan het zoeken naar een uh, investeerder. Ja. En uh, hebben ze gevonden en heb ik mijn aandelen verkocht voor een uh, Zo. hele leuke bedrag. Wauw, je bent cool. <laughs> ja. ja. Maar het is een mooie investering, want je, je bent dus meer dan tien jaar geleden erin gestapt. 3,5 ton richtstop. En ik ben gewoon weggelopen met goede money. Dat is wel een mooie investering, bro. Ja, zeker. Dat is uh, een beautiful thing. Lucky <laughs> ass. man. <laughs>